Ik ben Carlo, ik werk bij de Belastingdienst en ik ben coach en vertrouwenspersoon. Toen ik bij de Belastingdienst begon, voelde ik me heel erg onveilig. Dat kwam mede door een opmerking die een collega maakte over dat homo's aan de hoogste boom opgehangen moesten worden, net zoals in zijn land. Ik voelde me daardoor heel erg onveilig, maar ook omdat collega's daarom aan het lachen waren om die opmerking. Nu voel ik me veel veiliger, want ik heb ook gezien dat het anders kan. Een tijd geleden maakte een collega een opmerking over een reclame met twee zoenende mannen. Dat hij dat ongepast vond. Collega's sprongen me toen bij en gingen met hem een dialoog gaan waar dat dan precies aan lag en waarom hij dat vond. Toen bleek eigenlijk dat hij het gewoon ongepast vond dat hij mensen in het openbaar ziet zoenen en los van gender of geslacht. Ja, dit filmpje laat natuurlijk precies zien hoe enorm belangrijk het is en hoe dit ook ingrijpt in het leven van mensen. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we hier wat aan doen. Ik waardeer ook enorm de openheid. Het goede nieuws is dat we natuurlijk nu veel meer doen gewoon op de werkvloer, maar dat we ook institutioneel natuurlijk meer doen door het instellen van een werkgroep, door een adviseur te hebben en ook door wat jij natuurlijk zelf doet. Ja. Nee, dus ik denk die werkgroep die wij hebben met elkaar is ook echt een hele mooie manier, want het zit echt de top van alle geledingen eigenlijk van het ministerie zit er daar gewoon in. Ja. En die mensen moeten ook gewoon, die hebben ook verantwoordelijkheid om het zelf gewoon handen en voeten te geven. Het is niet een vrijblijvende show. We moeten zelf lekker op zijn financiën, lekker blauwe targets hebben. Hoeveel mensen er qua diversiteit in de selectiecommissies moeten zitten. Ja. En ook gewoon wordt gemonitord. Hoeveel mensen, hoe zit het eigenlijk met de man-vrouw balans? Hoe zit het eigenlijk met mensen met een andere achtergrond? Zit er hier voldoende in jouw organisatie? En maak je voldoende voortgang om dat voor elkaar te krijgen? En het leuke is ook dat we op bijvoorbeeld die benchmark over workplace pride ook gewoon beter scoren met diversiteit, ook mensen met verschillende seksuele achtergronden, dat we daar ook gewoon beter scoren. En dat is ook gewoon leuk om te zien. Ik ben Isaura, ik werk bij het ministerie van Financiën bij Begrotingszaken als financial trainee coördinator. Tijdens selectiegesprekken merk ik vaak dat ik vanuit efficiënte gedachten zo snel en zo kort mogelijk en bondig antwoord verwacht. Bij sommige andere culturen is dat gewoon anders. Ja, die breiden daar misschien een antwoord wat verder uit. En ik denk juist dat deze wezenlijke verschillenheid, dat je daar ook oog voor moet hebben. En dat ook in je, tijdens je gesprekken van bewust moet zijn. Probeer ik te zijn, laat ik het zo zeggen. Lukt ook niet altijd, maar ik doe mijn best. Wat mij eerder in mijn werkende leven ook wel eens is opgevallen. Likes select likes. En dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor mij, geldt voor jou, geldt voor iedereen. En als je dus echt wat wil doen aan selectieprocessen. Dan moet je zorgen dat selectiecommissies niet alleen maar bevolkt worden door één type mensen. Dus niet alleen maar door bijvoorbeeld blanke mannen van een bepaalde leeftijd. Maar moet je daar het diverser samenstellen. Want op die manier doe je er echt wat aan en zorg je ook dat diversiteit terugkomt in de organisatie. En wat ik begrepen heb is dat er sinds kort ook een zogenaamde bias selectietraining is. Een training die mensen moeten volgen die in selectiecommissies willen zitten. Nou, zoals jij al aangaf, een typisch lekkere blauwe financiën oplossing, maar ik denk wel dat het werkt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je met dat mechanisme ook echt doorbreekt. Dat mensen heel tevreden eruit komen lopen en zeggen, nou ja, ik heb een soort mini-me geselecteerd. Ik ben Lisanne. Ik werk als projectondersteuner bij het ministerie van Financiën. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar ik zit op wielen. En ik val daardoor onder de participatiewet. En ik ben niet zo blij met het naampje, maar wel met het feit dat ik hier mag werken. Ik werk hier met plezier omdat ik word geaccepteerd voor wie ik ben. Ik kan makkelijk komen met de scooter. Die kan ik hier voor de deur makkelijk parkeren en ik kan zo naar binnen rijden. Er zijn genoeg liften hier binnen het gebouw om overal te komen. Maar waar ik wel tegenaan loop is dat ondanks dat ik overal kan komen, het soms lastig is om de wc te bereiken. En om op tijd te zijn bij een vergadering. Want het kan ook soms zijn dat ik verschillende liften moet nemen om bij een bepaalde vergaderzaal te komen. En ik wil altijd op tijd zijn. Ja, kijk, ik, als ik dit zo zie, ik begrijp heel goed wat Lisanne zegt van zo'n term arbeidsparticipant, dat klinkt een beetje ongemakkelijk. Vind ik dat. Tegelijkertijd, ja, wij hebben het ook een beetje nodig, omdat we natuurlijk doelstellingen hebben geformuleerd van een paar procent om ook diverse mensen te hebben die we nu wat meer afstand soms hebben tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd, ja, wat blij bent, ze voelt zich toch wel redelijk thuis, hier op het ministerie. Maar loopt wel vaak tegen allerlei praktische dingen aan. Eerlijk gezegd, dat merk ik ook steeds, dat is echt wel een beetje de uitdaging. Van ja, mensen hebben die bijvoorbeeld, ik heb zelf ook iemand die heeft een minder zichtsvermogen.
En dan gewoon het zorgen dat iemand zo'n scherm krijgt, dat ook beter is. Het is allemaal gewikkeld met aanbestedingsprocedures en gedoe. Dus we willen dit allemaal heel graag, maar het is in de praktijk is het ook gewoon best wel moeilijk. Want je hebt heel veel praktische dingen waar je gewoon tegenaan loopt. Ja, dus die moeten we gewoon fixen. Ja, ja. Ik ben Naomi. Ik ben werkzaam bij Belastingdienst Douane als jurist. Ik heb wel eens in een commissie gezeten als interviewer waarbij we op zoek waren naar een bestuurslid. En de vraag werd gesteld, heb je bestuurservaring? Waarop als antwoord werd gegeven, nee. Op dat moment dacht ik, laat ik eens buiten de kaders denken, doorvragen. En ik heb de vraag gesteld, heb je in je privésfeer bestuurservaring? Waarop als antwoord kwam, ja. Ik heb me op dat moment laten verrassen door het antwoord. En ik had een hele goede kandidaat. Wat ik hierdoor heb meegekregen, is dat het juist beloont om nieuwsgierig te zijn en waardevrij naar iemand te kijken. Ja, dus ik denk dat het, wat Naomi zegt eigenlijk heel herkenbaar is. Dat we toch, wat ik net al zei, een beetje onszelf persoon selecteren. Maar de allereerste vraag is natuurlijk, hoe krijg je ook dat soort mensen eigenlijk in dat die überhaupt reageren? Ja. We hebben nu ook een speciale recruiter aangesteld die specifiek ook doelgroepen per ons probeert te bereiken. Die we normaal gesproken niet zo gauw in ons snotje hebben. En het gaat ook niet alleen maar over, laten we zeggen, iemands culturele achtergrond of vrouw of man. Maar het gaat ook vaak om manier van denken. Ja. En dat we niet allemaal van die hele slimme, snuggere economen hebben. Maar misschien ook iemand die heel veel van de gedragspsychologie weet, die met een verhaal komt. Nou, en om dat een beetje te kunnen waarderen, is dat vind ik wel wat zij ook mooi zegt. Ja, moeten we ons ook daar bewust zijn en ook daar onszelf in trainen en aanspreken, dat we ook op een andere manier durven te kijken naar mensen. Cool, niet makkelijk, wel heel erg nodig.